Het boek had over iedere andere familie geschreven kunnen worden die een familiearchief heeft en een schoonmoeder die zoveel wilde vertellen. Het is eigenlijk een hele gewone familie. Ze staan midden in de maatschappij. Het is een burgerlijke familie. En de familie laat eigenlijk goed zien hoe moeilijk het is om in tijden waarin er politiek zo ongelooflijk veel aan de hand is in Duitsland, het hoofd boven water te houden en de rechte weg te vinden. En het is een boek wat ook over andere families geschreven had kunnen worden, want het betreft in feite alle Duitse families. Hè. Hoe ga je om met al die grote kenteringsmomenten in de 20e eeuw? En dan vooral ook nog eens een keer in het oosten van Duitsland, waar na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een nieuwe, weliswaar niet totalitaire, maar toch niet-democratische staat ontstond, de DDR. De hoofdpersoon van het boek, of één van de twee hoofdpersonen, heet Hilde. Zij is geboren in 1902 en overleed in 2001, leeft dus echt 100 jaar. En in die 100 jaar maakt ze maar 20 jaar democratie mee. In de jaren 20 en in de jaren 90. En dat is eigenlijk een rode lijn door het hele boek heen. Hoe leef je onder niet-democratische, onvrije staten? Wat zijn de mogelijkheden die je als gewone mens hebt? Zij hebben ervoor gekozen om zich politiek afzijdig te houden. Niet alleen in de moeilijke tijden, maar eigenlijk ook in de makkelijke tijden van de keizertijd en de Weimarrepubliek, maar ook in het Derde Rijk en in de DDR-tijd zijn zij politiek niet actief geworden. Op een enkele uitzondering na. Er is één familielid die is eerst lid geworden van de NSDAP, de Hitlerpartij, en na de oorlog lid van de SED, de Communistische Eenheidspartij in de DDR. Natuurlijk, politiek afzijdig houden, daar bedoel ik ook mee geen positie kiezen, de dingen op zijn beloop te laten. Daar kun je natuurlijk ook heel kritisch naar kijken. Want door de dingen op hun beloop te laten, gebeuren er natuurlijk dingen in Duitsland die wij allemaal niet waar wilden hebben en ook niet hadden gemogen. En je kunt je afvragen of wanneer veel meer mensen niet zich afzijdig gehouden zouden hebben, of er dan een ander Duitsland was geweest, bijvoorbeeld in de jaren tussen 33 en 45. Ik heb daar heel veel over nagedacht en natuurlijk moet je zeggen, als alle mensen actief geweest zouden zijn, dan was het misschien niet gebeurd. Aan de andere kant moet je zeggen dat mensen ook het recht hebben om geen verzetsheld te zijn. Je mag bang zijn, je mag niet moedig zijn. Dat kun je niemand verwijten. Je kunt hopen en je hoopt van jezelf, hè, dat je op de beslissende momenten actief kunt zijn, moedig kunt zijn en keuzes wilt maken. Maar als je dat niet doet, heb je dat ook te accepteren van mensen. Eigenlijk wat mij nog eens een keer heel erg duidelijk is geworden, is hoe weinig invloed wij als individuele, gewone burgers hebben op de loop der dingen, op de loop van de geschiedenis. Ooit toen ik 15 was, heb ik me, ja, 12 of 15, heb ik mijn vader eens gezegd, vader, hoe hebben jullie dit kunnen laten gebeuren? Waarom heb je niet ingegrepen? Ik was 12 en ik verwees naar de Vietnamoorlog. Mijn vader die keek mij vertwijfeld aan en zei, ja, maar jongen, wat hadden wij moeten doen? En het is dat gevoel waar ik steeds weer tegenaan gelopen ben. En ik heb gezien dat ook al weet je dat er op de wereld allerlei dingen gebeuren die niet zouden moeten mogen plaatsvinden, dat wij daar heel erg moeilijk in kunnen ingrijpen. En Hilde is dus in 1989, als de muur valt, is ze bijna 90 jaar oud. De val van de muur betekent voor mijn schoonfamilie eigenlijk een enorme opgang, omdat een deel van de familiebezittingen terugkomt bij de familie. Een paar huizen en grond en een oud fabrieksgebouw. De familie kan daardoor een zekere welvaart weer opbouwen, maar voor Hilde komt dat allemaal te laat. Zij begint als professorendochter in 1902 in een vrij hoog sociaal milieu. En haar hele leven staat eigenlijk in het teken van een neergang. En het is ook dat wat laat zien dat je zo weinig zelf in de hand hebt. En het is tragisch
om dan bij deze oude vrouw te zien die in 1989 altijd nog maar één stopcontact in iedere kamer heeft en hele oude kolenkachels en geen warm water en een badkamer waarin een zogenaamde badeoven staat waarmee je met een vuurtje moet je het badwater warm maken. Het is tragisch om te zien dat deze vrouw dan, wanneer de weg weer naar boven weer gevonden wordt, eigenlijk te oud is en er niet meer van profiteert. Hilde is ook nooit meer in West-Duitsland geweest. Die was voor het laatst in 1935 in West-Duitsland en is daar nou nooit meer in het westen van het land geweest. En in 90, toen dat dus allemaal kon, had ze de behoefte niet meer, was ze te oud. En ook dat is zo'n moment waarop je heel erg duidelijk geconfronteerd wordt met dat wat we allemaal niet zelf kunnen bepalen en beslissen. Maar waarin ik inhoudelijk of psychologisch veranderd ben, is dat ik met nog meer bescheidenheid naar andere mensen kijk. En met nog minder behoefte oordelen te vellen. Ik heb de levensgeschiedenis van mijn schoonmoeder beschreven, wat een geweldig spannende ervaring was. Ik ben veel onderweg met haar geweest. We hebben alle locaties, alle historische plekken samen bezocht en ze heeft me veel verteld. En er zijn drie hele bepalende momenten in haar leven. Ze heeft het bombardement in Dresden als jong meisje meegemaakt. Ze was als Oost-Duitse in West-Berlijn precies in de nacht dat de muur gebouwd werd of dat de prikkeldraadversperringen opgetrokken werden en ze niet meer terug kon. En toen ze voor het eerst op buitenlandse reis ging naar Praag in 1968 was ze exact in de stad toen de Russen binnentrokken. Ze heeft dus als, wat je in het Duits noemt, Zeitzeuge, een ongelooflijke score en ongelooflijk veel beleefd en dingen ook lijfelijk, in lijfelijke aanwezigheid meegemaakt. Als ik dan vergelijk wat mijn leven geweest is en hoe welke grote historische gebeurtenissen ik heb meegemaakt die dan van de ene op de andere dag ook mijn leven veranderden. Dat is zo bitter weinig geweest. Ik ben opgegroeid in Nederland. In 1973 hadden we de oliecrisis. In 1981 heb ik tegen de kernraketten geprotesteerd. En in 2002, geloof ik, werd de euro ingevoerd. Dat zijn zo de grote historische gebeurtenissen die zich direct in mijn eigen leven neersloegen. Als ik dat vergelijk met mijn schoonmoeder, dan denk ik, tjonge, dat is toch andere koek.